grond verzetten op een duurzame manier? Het kan echt! De laatste jaren zijn graafmachines een stuk zuiniger en schoner geworden. Dat is goed nieuws voor het milieu en jouw portemonnee. Maar wist je dat je ook een stuk schoner kunt graven door je machine op de juiste manier te bedienen? Dick Kroesbergen is expert op het gebied van duurzaam draaien. Hier zijn 5 tips om groener te graven. Tip 1. Maak een plan. Kijk wat het resultaat van het werk moet zijn. Hoe je het aanpakt. Kies een logische plaats voor de machine en voor het gronddepot. Dat voorkomt dubbel werk en nodeloze verplaatsingen van grond en machine. Tip 2. Niet aan het werk, zet je motor uit. Iedere machinist weet dat een dieselmotor goed en zuinig draait als die goed warm is. Dat betekent niet dat we de motor de hele dag laten draaien. En ook warm draaien doen we niet, want de moderne motoren die zijn in no time warm. Dus voor veiligheid, milieu en de portemonnee, machine niet in gebruik, motor uit. Tip 3. Matig je toerental. Als machinist wil je natuurlijk een sterke motor in je machine. Veel koppel, veel vermogen. Veel koppel omdat de machine dan sterk is, je krachtig kunt graven. En veel vermogen omdat je dan snel kunt zijn. Maar heb je dat koppel en vermogen altijd maximaal nodig? Moet je de motor daarom maximaal toerental laten draaien? Nee. Moderne dieselmotoren die hebben allerlei voorzieningen om dat koppel bij een zo laag mogelijk toerental te realiseren. Denk aan HDI, denk aan meer kleppentechnologie, denk aan regelbare turbo's en nog veel meer. En een laag toerental betekent een lager brandstofverbruik. Dus machinisten, matig uw toerental. Tip 4. Gebruik de juiste graaftechniek. Laat de bak van de machine tijdens het graven snijden. Niet drukken, niet duwen, maar echt snijdend grond laagje voor laagje afpellen. Een snijdend laadbak betekent minder brandstofverbruik en minder slijtage aan de machine. Tip 5. Rijd zo min mogelijk. Rijden met een rupswerk kost heel veel energie. Probeer het dus daarom zoveel mogelijk te voorkomen. Als je dan toch een eindje moet rijden, doe het rustig aan en altijd vooruit. En vooruit, dat is als je rijdt met het sprocket, aandrijfwiel, aan de achterkant van de machine. Dan voorkom je heel veel onnodig brandstofverbruik en onnodige slijtage aan het rijwerk. Dit waren de 5 tips van Dick om groener te graven. Meer info hierover lees je in onze blog op de website www.graver.com.